Tom Heerkes, topper tegen Den. Het was na 3 wedstrijden. En die win je dan met 1-3. Ja, waar gaat dit naartoe? Waar gaat dit naartoe? Ja, nee, tot nu toe gaat het super, absoluut. Het valt allemaal de goede kant op. En ik vind ook dat we goed spelen. Dus ja, op zich vond ik ook dat we verdiend hebben gewonnen vandaag. Ja, kijken we even naar die wedstrijd. Met name die eerste 20 minuten, ijzersterk. Ja, vond ik ook. Echt goed begonnen. En wat we de andere wedstrijden eigenlijk niet zo goed deden, dat deden we nu wel echt goed. Gewoon lekker goed beginnen. En ja, mooi veel balbezit. En ja, goed, we scoren een goal redelijk snel. En ja, het begin was super inderdaad. Ja, doelpunt van jou. Ja, mooi uitgevoerde aanval, hè? Ja, de aanval was inderdaad super. En ik kreeg hem denk ik iets wat gelukkig via de keeper. Maar goed, daarna was het niet zo van nadenken meer. En gewoon binnenjagen dat ding. Ja, dat is het erin. Daarna verzuim je misschien uit te lopen naar 0-2, 0-3? Ik denk daarvoor misschien al eigenlijk. Want daarvoor kreeg ook een grote kans. En misschien Daniel in de penalty om te keeper. Dat soort dingen, dat helpt wel als je maar gelijk de 2-0 maakt inderdaad. Dat zou ons ja, in principe gewoon wat comfortabeler maken. Maar ja goed, inderdaad, daarna kunnen we gewoon weer 2-0 maken. En dat laten we dan toch achterwege helaas. Dem heeft niet voor niks de eerste 3 wedstrijden gewonnen. De laatste denk ik op een gegeven moment gaandeweg de eerste helft ook wel zien. Met name door het druk zetten. Veel op jullie helft. Ja, het is geen slechte ploeg. Je merkt ook 9 goals voor, 2 tegen en 3 punten, of 3 wedstrijden, 9 punten. Ja, dat is gewoon een goede club, een goed team. En op een gegeven moment merk je toch wel dat zij ook wel kwaliteit hebben. Maar ja, dat doen we toch zelf ook niet helemaal goed aan. Want we schieten de ballen veel weg. En misschien komen we dan met iets te weinig lef ook uit die 1-0 van ons. En dat is gewoon ja, is jammer. En ja, goed, die 1-1 dat was een behoorlijk zuur moment inderdaad. Dat zat er ja, 5 minuten voor tijd. Ja, voor rust inderdaad. Ja. En ja, goed, ik moet ook eerlijk zeggen, daarvoor het gevoel voor die goal was al niet zo goed. En dan komen we inderdaad rond druk staan. Ja, en dan valt hij ook wat gelukkig via de keeper komt hij bij hem. Ja, helaas. Maar goed. Maar goed, je gaat met een goed gevoel toch de rust in, denk ik. En dan tweede helft. Ja, hij staat naast ons. Een trainer die een gouden hand heeft qua wissels, hè? Ja, als hij elke keer een wissel en die schiet een bal erin, ja, dat is toch wel lekker. Nou. Ja, nee, echt super. Hij kwam ook weer wat gelukkig erbij. Gelukkig doelpunt allemaal. Maar... Nou, het was een beetje vergelijkbaar met die goal van Dem, denk ik. Ja, klopt. Ja. Ook in de kluts een beetje. En goed, gewoon goed gereageerd. En hij stond helemaal vrij. En ja, hij mocht hem ook eigenlijk niet meer missen. En dat deed hij gelukkig ook niet. Dat is super. En daarna knakte wat bij de thuisploeg. Want ja, komen jullie eigenlijk niet in het probleem. Nee, en dan worden de ruimtes ook wel behoorlijk groot. En denk ik dat we dat misschien nog wel wat af en toe wat slordig uitspelen. Maar na de 3-1 was het helemaal klaar inderdaad. Toen had ik ook wel het vertrouwen in dat we gewoon gingen winnen. En ja goed, dus misschien gaan ze met wat lange ballen proberen. Maar dat is tegen ons ook niet zo heel van nut, vind ik. En ja, dat is gewoon lekker. Koploper in de hoofdklasse? Nou, niet slecht toch? Ja, mooi. Ik ga kijken wat we gaan doen. Even een knipoog, hoor. Even een kijken naar de vrienden in Hardenberg. Jullie komen eraan. Ja, nou goed, dat laten we daar nog maar even niet over hebben. Maar we doen het gewoon zelf heel goed. En dat is gewoon super lekker.